Majesteit, excellenties, Hedy Honigman, familie, dames en heren, vrienden en kennissen, bewonderaars, allemaal van harte welkom bij deze Prins Bernhard Cultuurfondsprijs 2016. Vandaag zijn we hier om Hedy Honigman te eren en documentaire maken met een enorm repertoire, een enorm oeuvre van meer dan 40 documentaires en films. Este cóctel lo seguirán tomando muchos presidentes del Perú, seguramente. Es delicioso, es exquisito, insuperable. Por favor, pruébelo. Elke film opnieuw wil bewijzen dat het goede bestaat. Dat goede mensen bestaan. Mensen die lief hebben en daar sterk van worden, maar ook kwetsbaar. Mensen die zorgen voor een ander. Mensen die koesteren. Vandaag, meer dan ooit, heeft de wereld die boodschap brood nodig. Por ejemplo, ¿cuál es la clave ahí? A ver si me acuerdo, porque hace rato no tengo. Dale, yo. A ver si me acuerdo. Ahí. Billenhoning, billenkleur, billenlelie, billenlief, billenwet, billenlust, billenblauw, billenbrood, billen duizendvormig. Met uw uitzonderlijke gave als interviewer weet u zowel de kracht als de kwetsbaarheid van mensen uit te lichten. En als geen ander verstaat u de kunst om de veerkracht en de weerbaarheid van het individu te portretteren. Vreugde en verdriet gaan hierbij hand in hand. Uw oeuvre is een ode aan de mens en toont de liefde voor het leven. Dank dat u ons dit op zo'n intense en prachtige wijze laat zien. Om eer te bewijzen aan Hedy Honigman en haar indrukwekkende oeuvre gaan wij nu over tot de uitreiking van onze prijs. Voor dit bijzondere lauwermoment nodig ik nu graag koningin Maxima uit om naar voren te komen. Majesteit. Jullie hebben me met deze prijs minstens 20 jaar jonger gemaakt. Super dank voor deze chirurgische ingreep. Deze prijs permitteert me om een fonds op mijn naam in het leven te roepen. Ik ben als een kind zo blij omdat ik wat snoepjes aan wat vriendjes en vriendinnetjes kan uitdelen. Jaarlijks ga ik keuze maken uit de filmplannen die bij het Bertha Fonds zijn ingediend. Deze filmplannen krijgen van mijn fonds
en bijdrage van 5000 euro in de hoop dat ze zullen uitgroeien tot goede, gedurfde en vooral persoonlijke scripts. APPLAUS